Misschien wel de eerste vraag. Wie van u is er vorige week op Lowlands geweest? Kijk, twee. En wie is er op Lowlab geweest? Ah, nou, voor iedereen die daar niet is geweest, vandaag een herkansing. Want ik ga u wat vertellen over de e-saver. En de e-saver is een tot 40% zuiniger en schoner stroomaggregaat wat we daar hebben gepresenteerd. En ik heb daarvoor mijn marktcatalyse-model gebruikt om het op de markt te introduceren en de hobbel van duurzaam is duur te omzeilen. Nou, dan begin ik allereerst met de vraag, want ik vertel zo wat over dat marktcatalyse-model, maar ik begin met de vraag waarom Bredenoord dat doet. Bredenoord maakt stroomaggregaten, verhuurt ze. En wij verwachten eigenlijk dat de prijs van fossiele brandstoffen en ook de beschikbaarheid zal veranderen en niet in positieve zin. Andere kant is dat onze klanten heel concreet om nieuwe, duurzame, schonere producten vragen. En dat betekent dat wij al jaren bezig zijn om onze bestaande producten te innoveren naar nieuwe producten. En dan kijken we met name naar nieuwe alternatieve brandstoffen, nieuwe omzettingstechnologieën en emissiereductie. Hoe werkt dan de e-saver? Nou, een normaal aggregaat kies je op het maximale elektrisch vermogen wat je gaat gebruiken. Dat is vaak een piek in de tijd. Dat betekent dat de rest van de tijd je aggregaat eigenlijk overgedimensioneerd draait. De e-saver zit anders in elkaar, want die bestaat uit een heel groot accupack, zonnecellen en een heel klein dieselaggregaat. En dat betekent dat de stroom die gevraagd wordt gewoon vanuit de accu's geleverd wordt, die wordt gevoed vanuit de zonnecellen. Enkel en alleen wanneer de accu's leeg dreigen te raken of wanneer er een grote piek gevraagd wordt, slaat het dieselaggregaatje aan. En dat levert tot 40% brandstofbesparing en emissie op. Nou, dat is een prachtig product, maar er zit hier natuurlijk ook een adder onder het gras. Want mensen in de markt zijn gewend om op tijd te huren en daar brandstof bij te kopen. Zoals met de meeste nieuwe producten, duurzame producten, is er toch een hogere productieprijs ten opzichte van het alternatief. En als u goed heeft geluisterd, begrijpt u dat ik mogelijk een pricingprobleem ga krijgen. En daar ziet u de hobbel, duurzaam is duur. Hier ben ik bij het marktcatalyse-model, wat ik daarvoor ga gebruiken. Een heuvel met een groen dal erachter. En dat groene dal dat staat ervoor dat de meeste duurzame producten die hebben voordelen als duurzamer, efficiënter, economischer, wat dan ook. Maar om daar te komen is er vaak een hobbel. En dat betekent eigenlijk dat je de klant of de mensen die het gaan gebruiken toch moet overtuigen waarom dat nieuwe product beter is. En dat betekent dat je letterlijk de total cost of ownership van elke klant helemaal door moet nemen. Dat kost vreselijk veel sales- en marketingkracht. Wat ik wil is eigenlijk de te reageren partijen al in de reactiestand te zetten, zodat ze door de berg heen gaan en eigenlijk al naar beneden rollen. Hoe doe ik dat dan met de e-saver? Ik ben begonnen met veldtesten. Eigenlijk vernieuwende klanten, early adapters. Natuurlijk gewoon een technische test, maar ook de start voor een stap die ik straks nog ga zetten. Tweede is storytelling innovatie op Lowlands. We hebben de e-saver technisch gepresenteerd als innovatie aan een publiek wat puur geïnteresseerd is in innovatie, in technologie, in duurzaamheid. Nou, dat was dus het Lowlands publiek en specifiek op Lowlab. Het verhaal wordt nu gedeeld door velen. Hè. Het is niet meer alleen mijn verhaal. Het staat op social media, het staat in de pers. En de e-saver is nu gevuld. Laatste is dat ik het aan de early adapters ga presenteren met de pricing. Zij worden beïnvloed door het verhaal van de markt. En de laatste stap is een normale prijsintroductie. Ik loop een beetje achter. Waar ben ik nu? Allereerst, de eerste gesprekken over total cost of ownership met de vernieuwers in de markt zijn in volle gang. De veldtesten zijn goed gelukt. Lowlands was een groot succes. Er zijn vele verhalen vastgelegd. En het laatste is, pricingmodel intern, dat is een hele mooie resultaat, is nu ook on top of mind. Want ook dat is een vernieuwing, dat je toch een draagvlak krijgt om anders met je pricing om te gaan. Ik wil afsluiten met te zeggen dat mijn toekomstige stappen en dus ook het echte succes moet ik nog gaan zetten.
Dat is gepland voor de volgende maanden en ik nodig u allemaal uit om gewoon te volgen wat er gaat gebeuren.